Let's go, het ladies. Net, het is net zo'n millennium-party. Ik ben eigenlijk al aan het filmen. Ik was eigenlijk wel heel benieuwd dat jullie, hoe ver jullie waren met onze drukkers. Want ik kwam er niet uit en ik dacht, hoe dan? Nou, en de klanten kwamen er niet uit, toch? Ja. En die vroegen het aan mij. Maar ze hebben eigenlijk jullie nodig. Ja. Stel, je hebt nou zo'n leuke tang gekocht. Ja. Bijvoorbeeld deze van de Love Collectie. Mm-hmm. Nou, met deze kun je al deze leuke color snap drukkertjes maken. Ja, daar zitten ook dus de juiste opzetstukken voorbij. Yes. 9 mm of 12,4. Ja. Maar wil je nou ook bijvoorbeeld kleine? Deze. Willen wij ook. Dan heb je ook andere opzetstukken nodig. Ja. Want dus heb je ook eerst het basispakketje nodig. Daar zitten de, ja, die hebben we er dus nu uitgehaald. Ja, en aan de achterkant van het basispakketje is lekker duidelijk, had ik gezien. Ja, daar hou ik van. En een beetje precies, ik heb ze hier ook op volgorde liggen. Dan leg je alles al ook bijna. Niet zenuwachtig worden. Ja, dus dan zie je precies welk opzetstukje bij welk deeltje van je knoopje hoort. En dan zet je die zo op jouw tang. Die zet je op de tang. Oh, ik had nog het afhaalstukje erop zitten. Oh, perfect. Ja, die is op dat is dan leuk. Dan zo. Oké. Okay. Oh, de spanning stijgt, jongens. Even kijken, ik heb de verkeerde gepakt. Nee, het is wel leuk dat in zo'n pakje mag je vaak toch 2-3 drukkers doen. Boven nog een paar. Zo, hier past het met de gladde kant in. Ja. En hier gaat de andere kant op. Je kunt natuurlijk ook heel hard in elkaar duwen of met een hamer slaan. Maar dit is maar dan heb je wel weer dit nodig, hè, als je met de hamer... Ja. Ja. Is dat even een gaatje prima of niet? Dat kan. Oh, dat vind ik ook leuk. Met een deze van prima is die, hè? Nou, prima van gaan likken natuurlijk. Woe. Ik denk dat dit zetten. Ook de truc is. Hey. Wel. De brute kracht van Reinie, die mept hem er zo in. Tada-tada. En zie je dan op die andere. Tada-tada. En je voelt een klikje en dan zit hij er al in. En die andere kun je dan, moet je die andere opzetstukjes erop doen. Ja, en dit is lastig eraf halen, behalve. En die zit ook erbij, bij de tang. Die zet je de opener, die zet je hieronder. Die hou je vast en dan geef je een duwtje. Ik heb dit filmpje wel nodig, toch? Anders zou ik het niet snappen, denk ik. En dan kan je hem er zo aftrekken. Je hebt ook mooie ringen aan de rij. Dat is wel leuk. Oh. Ja, even iets verder duwen. Oh, ik moet eigenlijk op de tang letten. Ja. Sorry. Ik denk dan op de tafel laten rusten. Zo, kijk. Dat kan ook. Wat zei jij? Er zit een beetje veer en ik denk dan op de tafel. En dan deze, dan klik je de andere erop en dan doe je de andere kant. Aha, en laat je weer Reinie drukken. Word je bij de tang erbij geleverd of moet ze het zelf aan doen? Aan deze kant zit een gaatje, dus dat is heel makkelijk. Dat past precies. Ja, kan je dat zien? Even kijken hoor. Ik ga even inzoomen. Doe zo. Het wordt een lang filmpje. Die past. Goed, het is ook een vet leuke drukker. Zo, zie je dat? Die past precies in. Oh ja. Deze zet je hierop. Nou, heb jij nog een gaatje geprikt? Oh, zal ik dat eens even doen? Niet te snel, Lisa. You've got the time. Hoppakee. En hadden we al gezegd voor het verstevigen? Oh ja, voor het verstevigen is het wel slim om te doen. Zodat het natuurlijk niet zo snel uitscheurt. Ja. Zou je ook de onderste erin kunnen prikken? Ik denk dat je daar je eigen handigheid in gaat maken. Ik zie het al. Dat gaatje is vet leuk. Dus zo je koopt een priem, je koopt een tang, drukknop. Een beetje inspiratie van deze meiden. Oh, hadden we andersom moeten doen. Nou, nog leuk dicht kunnen doen. Nee, waarom makkelijk doen? Oh, zo kan het ook dicht. Je hebt gewoon een vast. Dankjewel meiden. Ik denk dat ik er vaak terug ga kijken.